Wow, dames en heren, het is dikke disco in een Minecraft van Enzo Knol zijn survival. En ja, het zegt het eigenlijk al, mijn naam is Enzo Knol. En ik ben samen met iemand die nu uit mij komt. Ja, dat was Colin. Dat is zo dom uit, jongen. Oh, dat zag je inderdaad heel stom uit. Hallo, maar hey, Enzo Knol, hoe gaat het met jou? Gaat heerlijk, gaat goed. Weet je waar ik net achter kwam? Nou. Dat ik nog heel iets gaafs in mijn inventory heb. Dus ik ga dan ook... Oh ja, weet je wat mijn trucje is? Kijk, weet je wat mijn trucje is om de paarden terug te brengen? YOLO! Wat een goed trucje was dat. Oh my god, er staat hier gewoon een diamond paard. Ja, dat is lightning. Lightning? Oh, ik dacht al, waarom zit hier die konijn achter me aan? Nou, oh, episch. Oké, okay, nou ja, anyways, laten we weer gaan. Want, hoezo kan ik hier niet over... What the fuck? Huh, springt dit paard nou niet zo hoog net zoals de andere? Nee, alleen mijn paard dan. What the fuck? Oh, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Hé, maar hoe maken we... Laten we paarden ook weer paren, want die moeten even gaan... Oh, hier, kan ik deze al... Hebben wij gouden wortelen? Ik moet even wheat hebben, want ik heb die paarden... Smoke die... weed every day. Die... Moet ik even... Smoke. Nice. Ik heb wheat. Okay. Smoke. Moet ik even deze paarden laten krikken met elkaar? Oh. Ik heb echt iets motherfucking vets op FIFA 15, maar ik kan niet zeggen wat. Ik ben echt tegen iedereen. Ik ben iedereen het pesten. Kijk, ik zal er weer op houden. Kom op. Wie gaan we laten seksen? Fuck, waarom kan ik een... Hij moet meer weed hebben. Ik geef gewoon al mijn weed, fuck it. Hij houdt van je. Okay. Ja, ik kan mijn zadel geven aan hem. Kijk, en dan... Bam, jongen! Oh, nu hebben we er twee. Okay. Oh, deze kan vet hoog springen. Oké, okay. Welke wil je laten seksen? Die twee, maar deze springt vet hoog en deze springt vet hoog. Zouden ze dan allebei vet hoog springen als we Oké, probeer. Oké, okay, ga er vanaf. Oké. Nice! Oké, en dan gaan we met het paard weer vandoor. Want wij gaan deze aflevering weer iets episch doen, dames en heren. Wij gaan weer een epische paardenrace tegen elkaar houden. Maar nee. Niet... Ja. Maar niet alleen dat, we gaan ook even de paardenrenbaan verder afmaken. Oh, dit is wel trouwens heel eerlijk. Onze paarden zijn allebei even snel nu. Want als je... Je hebt zeg maar twee soorten paarden, mensen. En dat wisten wij eerst ook niet, maar daar kwamen we achter. Drie. Kijk maar hoog springen. Wow! Wow. Die spreek ik ook bijna vol in de lava. Maar wat wil je nou doen? Ga dat eerst vertellen. We gaan eerst even de paardenrenbaan afmaken. En ik wil dat je hierheen komt. Wow. Je wilt dat? Ja, graag. Want ik weet niet wat ik hier moet plaatsen. Dan heb ik jouw hulp bij nodig. En ik wil heel eventjes zeggen nog dat... Je hebt twee soorten paarden. Je hebt of een paard die vet hoog springt. Die kan dus over twee hekjes heen springen, zoals je ziet. Maar je hebt ook paarden en die kunnen niet over twee hekjes. Maar die kunnen juist weer vet snel rennen. Dat zijn de twee soorten paarden. We hebben nu allebei twee paarden die... Je hebt twee soorten mensen, hè? Ja, je hebt mensen Colin en je hebt Enzo. Zo. We zijn op die tour, ja. Nee, maar Colin, even serieus. Kom hierheen. Ik wil even je overal niet opspringen, omdat het kan. Ja, normaal kan dat niet. Nee, precies. Hé, maar deze cactus zijn nog niet gegroeid. Oh. Dat is niet Kijk, helemaal ik heb mijn paard leren lopen op Mijn paard houdt niet van spinnen. Ga dood. Bam. Oh, nice. Oké, maar wat moet ik hier gaan maken? Ik weet het serieus niet. Wat kan ik in deze opening doen? In principe doen? Maakt het eigenlijk helemaal niet uit of ze zo... Oh, jawel. Nee, dat was een beetje dom. Beetje dom, Colin. Dom. Ik weet echt niet wat ik hier moet plaatsen. Misschien moeten we even weer die kant op gaan. Hier staat een witch. Ik weet hier wat leuks. Hier staat een witch. Ik weet serieus wat leuks hier. Ik heb dirt nodig. Even kijken of ik nog dirt heb in de chest. Okay, dan ga ik gewoon hier even overheen zo. Hoppakee. En dan hier weer overheen. Hoppakee. Oh, dat is echt nice. Heb ik hier dirt? Ja, nee. Fuck, waarom heb ik geen dirt? Ik heb nog 53 dirt. Oh, daar kan ik op zich wel wat mee. Maar misschien kan ik het ook met hout doen. Misschien is dat ook wel leuk. Nee, maar hout hebben we nog nodig. Nee, maar niet dit, want we hebben drie stacks. Waarom heb je een lepel? Ik heb hier een lepel met Unbreaking 2, Fortune 1 en Inefficiency 2. Oh lol, die gooide ik net weg, per ongeluk. Ik dacht al, waar is mijn lepel? Nee, dat dacht ik niet, maar ik zeg het gewoon. Oké. Kijk. Oh, nice. Maar ik ga het nu met... weet je wat ik kan? Ik kan een vet cool trucje. Ik kan namelijk scheetjes laten. Wil je me horen? Oké, 3, 2, 1, go!
Hoorde je die? Dat klonk echt alsof je in je broek hebt gescheten nu. Ja, maar daarom ga ik ook blijven zitten, zodat ik lekker... Sorry, dames. Oh, nee, ik hoef eigenlijk helemaal geen sorry te zeggen, want jullie ruiken hem helemaal niet. Ik zit gewoon in mijn eigen stank hier. Stel je voor, je zit nou een beetje chill te eten en een beetje de Mindje Survival te kijken. Oh, ja. En dan, ja, tenzij het chili con carne is, dan is het wel chill. Shit happens, yo. Hé, hey, weet je wat wij hier gaan doen? We gaan hier gewoon zo'n ding omhoog maken. Dat lijkt me wel heel erg tof om te doen. Oké. Kijk. Oh shit, die hoort daar niet. En het lijkt me wel tof om zo naar boven... Dat je hier naar boven moet springen, zeg maar. Dat lijkt me wel heel erg tof. En dan ook vet hoog, weet je wel. Dat lijkt me wel leuk. Wat is het paard nou weer doen? Gek paardje. Lijkt jou dat niet vet? Ik snap niet helemaal wat je precies wil. Maar vet idee. Vet idee. Nou, dat je zeg maar hier gewoon naar boven moet gaan. En dan gaan we boven verder bouwen aan de renbaan. Snap je? Dat je hebt zeg maar... Een tweede verdieping! Hey! Hey, Colin. Dikke man hoor. Jij bent slim. Dank je. Kijk, en nu ga ik ook nog hekjes hier neerzetten die erbij passen. Hey. Oh. Okay. Mijn haar zit trouwens niet ziek nu. Het is een lange dag geweest. Mijn haar zit niet. Even... Oh, al die zombies, hè? Vervloekte zombies. Die zijn inderdaad vervloekt, ja, dat zijn geen zombies. Maar ik moet Dark... Oh, hier, Dark Oak Fence. Kan jij die voor mij maken? Jij weet hoe dat moet, dat toch? Ik zal je wel even wat Oak Wood geven, oké? Okay? Je moet hier even blijven staan. Kijk, alsjeblieft. Ik heb je één stack Oak Wood gegeven daar. Dark Oak Wood. Dark Oak Wood. Professor, ga ik dit wel even afmaken. Dit wordt echt fucking episch, mensen. Dat tweede etage gedoe, dat wordt echt leuk. Sorry, paard. Ik maak het ooit wel een keer goed. Oké. Zo, ik denk dat we nog een klein stukje hoger gaan. Oh, dit wordt echt zo gaaf. Baby can higher. En dan hier gaan we gewoon verder. En dan maken we gewoon... Oh my god, dat was zo stom. Oké, paard, ik heb je heel even nodig. Paardje, dankjewel. Ik laat dat paard daar gewoon boven staan, boeien. Ik heb anderhalf steek, is dat genoeg? Voor nu. Ja, voor nu misschien wel. Ja, en anders dan gaan we later even op avontuur gaan we bijhakken. Komt helemaal goed. Volgens mij heb ik de saplings nog voor, dus ik kan ze ook op planten. Zal ik dat anders doen? Ah, dat is ook wel een goeie. Ja, okay, dat mag je wel doen. Ik drop dit even voor je. Ho. Niet verkeerd gaan planten en zo. Ho. Oké, mijn challenge voor deze aflevering wordt, is dat ik alles op het paard doe. Alles vanaf nu? Alles, ik ga alles op het paard doen. Ja, maar als je hout gaat hakken, dan... Dat duurt dat tering lang. Maar juist. Ik ga het wel doen. Serieus? Ik ga het doen. Oh my god, daar ben je echt lang mee bezig, dude. Je bent gewoon jaloers. ik ga even naar boven op mijn paard. Even kijken. Oké, dit wordt zo gaaf, mensen. Wordt zo cool, zo cool. Hey paard, wat kom jij doen? What the fuck? Holy shit, hij spaced hem, kijk dan. Hoe moet ik dat? What the fuck? Oh, dat was niet de bedoeling. Oh nee, mijn paard. Nee. Oh, stom beest. Die heeft zelfmoordneigingen, jongen. Wat ging ik je ook alweer doen? Oh ja. Ik ga alles doen op een paard, maar je weet niet wat je wou doen. Ik heb het gevonden. Dit wordt zo cool, mensen. Ik weet dit wordt hyper, super episch, man. Oh, dit paard is zo dom. Wat doet dit paard? Oh, en zo. Paarden zijn helemaal niet dom. Paarden zijn hele mooie beestjes. Ja, maar dit paard is niet slim altijd. Nee, ja, die is af en toe een beetje dommig. Een domme knol. Ja, dat is wel echt even een domme knol actie, ja, wat hij net deed. Wat hij net deed? Ja, mijn stem die ging in één keer overslaan. Oh, ik weet helemaal niet eens meer hoe ik vroeger eigenlijk klonk. Ja, weet je hoe groot verschil dat is? Want ja, we hebben natuurlijk de paard in de keel gehad. Ja, tuurlijk. Ik heb de paard in de keel gehad! Ja. En toen was ik heel erg boos af en toe en dan praatte ik zo, hè, verdomme. Ik kan me dat echt niet meer herinneren. Volgens mij had ik echt een piepstemmetje vroeger. Hallo, mijn naam is Enzo Knol en ik heb een piepstem. Maar dat is ook met Justin Bieber, dat heb je ook wel meegemaakt eigenlijk. Justin Bieber, oh my god, nu het over... You know you love me, I know you Nu het over de beste muzikant hebt van het hele al. Oh, dan gaan we echt een hele leuke aflevering maken nu. Ik vind het meer zo'n slechte muziek maken. Nee, ik ook niet. Ik vind hem best wel maar goed. Maar het is meer zijn imago. Zijn attitude.
Zijn attitude. Maar hij gaat wel om met Dan Bilzerian, dus... Oh yeah, misschien leert hij nog. En voor de mensen die niet weten wie Dan Bilzerian is... Dat is een rich boy met een baard. En volksheld nummer 1. Hij is trouwens wetenschapper verklaard, hè? Echt? Ja, hij heeft bewezen dat je gelukkig kan worden van geld. Serieus? Ja. Hoe heeft hij dat bewezen dan? Nou, heb je zijn Instagram foto's al gezien? Oh. Oh lol. Scherp. Ik ga weer meer hekjes maken. Hey kijkers, wat gebruiken jullie meer? Dat is gewoon even een test weer. Dat doe ik af en toe in de survival, zoals jullie wel weten. Dat is test gewoon een test om te kijken wat jullie af en toe vaker gebruiken. Zoals zoiets had ik een keer met Kai van puzzelen. Wat zeg jij, Colin? Puzzel of puzzel? Puzzel. Ja, ik zeg ook puzzel. Maar Kai die zei dat iedereen zo wat puzzel zegt. Nou, ik zei dat het andersom is. Kai is een beetje een loser. Ja, en ik had het laatst had ik dat met iets anders. Ik weet niet meer wat. Had ik met Mark. Dat was helemaal niet zo lang geleden. Ik ben het nu al vergeten. Ah, korte mijn teugen. Iemand zou het worden. Dus dat was een beetje... Paard, je staat echt in de weg. Jeetje. Ja, sorry hoor. Maar... Dat zou freaky zijn, jongens. Nou, sorry hoor. Maar het is dus zo dat... wat... Oh wauw, ik had iets in mijn hoofd, maar... Ja, je hebt zeker iets in je hoofd, ja. Fuck. Dat kan je ook in je hoofd hebben, maar ik denk niet dat het geval is. Oh my god, ik wilde iets zeggen wat jullie vaker... Oh nee, ik weet het alweer. Nu al? Oké. Okay. Ja, dat heb ik best snel. Meestal kom ik er pas veel later achter. Maar wat gebruiken jullie vaker, kijkers? Instagram of Twitter? Daar ben ik wel heel... Wat gebruik jij vaker, Colin? Twitter. Ja, toch Twitter? Ja, jij Instagram. Ja, ik gebruik Instagram laatst iets vaker. Maar. Dus omdat je die likes ziet en denk je... Oh. En Twitter krijg je retweets. En that's it. Ik heb trouwens nagekeken hoeveel mensen ik bereikte met Twitter in een maand. Dat is wel veel, of niet? 2 miljoen mensen. Dat is echt heel veel. Ja, dat het zeg maar gaat met retweets en shit. En dan heb ik nog... Ik heb Darkwood Oakwood fans nodig. Oké. Enzo, herhaal mij. Ik herhaal jou. Nee, wacht, sorry. Ik zei het verkeerd. Doe mij na. Ik doe jou na. Oké, sta op in je stoel. Sta op in je stoel. Ik neem even een microfoon mee. Oké. Sta je klaar voor? Ja. Oké. Wat je doet, je doet je handen zeg maar in je zij. Ja. En dan zak je een beetje door je knieën. Ja. En dan schud je alsof je een hond bent die nat is, zo. En dan klap je 3 keer in je handen. En dan probeer je met je rechtervoet naar je rechteroor te gaan. Is het gelukt? Bijna. Oké. Zeg maar als het gelukt is. Ja, ik kom niet met mijn rechtervoet bij mijn oor. Ja. Oké. En dan ga je nu weer zitten. Ja. En dan zeg je, Colin, mag ik alsjeblieft ook bedank ook goed vetsens. Oh my god, was dit serieus een opdracht? Alsjeblieft. Nou, ik heb er wel voor moeten werken, hoor. Ik heb er wel voor moeten werken. Shit. Oh, mijn ribben. Dat die rechtervoet naar rechteroor. Ik deed het staand. Dat was niet echt het beste idee die ik had afgelopen periode. Nee, die deed ik ook staand. En dat voel je gewoon aan je bekken. Ja, ik heb wel medelijden met vrouwen die dan, zeg maar, moeten baren. Oh, zwangerschap. Pijnlijkste ervaring van de wereld, hè? Nou, ik moet zeggen. Het schijnt dus dat als een man in de bal wordt getrapt, dat het 9 keer pijnlijker is. Nee, echt? Echt waar. Nee. Kom er eens bij, we hebben je hulp nodig. We moeten even weten of het echt zo is. Nee, we hebben echt even je hulp nodig. Een vraag. Wat denk jij dat pijnlijker is? Een bevalling of het trappen in een ballen van een man? Ik denk een bevalling. Je denkt een bevalling? Ja, want als je in een mans ballen trapt, dan heeft hij wel even pijn. Maar? Ja, maar die pijn... Dat gaat volgens mij sneller over, dan dat een bevalling kan gewoon echt 48 uur duren. Oeh. Ja, maar die pijn wat je dan voelt, heel even, is 9 keer zo pijnlijk als een bevalling. Die pijn die je dan voelt, heel even, in je ballen, dat is 9 keer pijnlijker dan een bevalling. Ja, maar dat geloof ik dus niet. Volgens mij is dat onzin. Ik ga het nu op Google zoeken, hoor. Ik weet al wat ik voor je verjaardag geef. Echte ballen. Een trap tussen de benen. Ja. Maar mijn vrouw doet dat ook pijn, hè? Ja, maar doet het bij jou? Heb je ooit een trap tussen je benen gehad, D? Ik? Ja? Nee, Dave heeft dat nog nooit gehad. Nou, maar... gaan we er nu even uittesten, HVD erbij? Proberen. Oh, jammer, je hoort het, Colin. Verbaast me ook niks, trouwens. Bevalling en in
In de islam? Nee. En in de ballen. Hey, ik wilde iets episch doen hier. Ik wilde op een trap. Even kijken. Eens kijken of er wat uitkomt. Een trap in de ballen doet meer pijn dan bevallen. Dat rijmt ook nog eens. Nee, maar dat staat serieus op internet? Ja, op geen stijl dat wel. Kijk wat er staat. Mannen zouden toch ook geen bowlingbal door een pisbuis willen duwen? Dat is het argument van vrouwen. Ouch. En dan ten eerste, een baby geeft veel meer mee dan een bowlingbal, want je hebt op je hoofd heb je fontanellen, voel maar, dat is echt een puntje. En als je baby bent, zitten die zeg maar nog niet aan elkaar, je schedel is dan zeg maar nog open. En op het moment dat je uit... dat je een beetje uit je... Hoe zeg je dat netjes? Kijk, ik heb hier een doos met tissues. Het is een beetje alsof die tissue zeg maar zo... Je hebt het idee. Maar goed, als dat gebeurt, dan wordt je hoofd een beetje zo bij elkaar geduwd. Zo... En dan komt je hoofd bij elkaar. En dan moet je maar eens heel zachtjes voelen bij baby. Heel zachtjes, hè? Niet met schroef daar of zo. Maar dan moet je maar even voelen. En dan voel je baby's dat daar gewoon nog niks zit. Dus in principe, als je daarop gaat duwen, zit je in de hersen te prikken. Echt? Echt waar. Of ja, hersenvlies dan. What the fuck? Ja. Holy shit, man. Maar weet je wat het is? Als je zeg maar je bal getrapt, het gaat zeg maar... Het is net een Ferrari die van 0 naar 100 gaat. Wat dan? Snap je het idee? Nee. Eerst is er geen pijn en ik BAM! Pijn! En daarna in één keer wel. Afschuwelijk, buikpijn krijg je dan. Niet normaal. Voor de vrouwen die kijken, of meisjes dan. Wat je dan voelt, is niet chill. Het is gewoon pijnlijk. Wanneer ben je voor het laatst in je ballen getrapt en zo? Ik weet dat Mark dat graag doet. Mark is momenteel niet thuis, godzijdank. mag ik trouwens een ex? Ik heb een ex nodig. Ja, dat mag, alsjeblieft. Wat vind je van dit, dat ik hier maak? Ik vind het heel mooi. Kijk, je kan ervoor kiezen om de binnenbocht hier te nemen, om er overheen te springen, maar je kan er ook voor kiezen om de buitenbocht te nemen en dan hoef je niet als te springen. Als een badass. Ja, toch? Yes. Oké, ik ga nu een boom hakken terwijl ik op een paard zit. Kijk hoe lang het duurt. Alleen ik heb Dark Oakwood nodig. Ja, ik ben nu aan het hakken. Oké, nice. Maar het gaat niet eens zo langzaam eigenlijk. En ik heb eten nodig, dus ik ga even eten halen. Dam ta dam ta dam. Wow, die paarden springen echt bizar hoog gewoon. Maar ik ben bang dat hier geen eten meer is. Ralmutten is er. En dat is het wel zo'n beetje, ben ik bang. Ja, dat is het. Oh nee, een cooked chicken. Oh, trouwens, chicken. Nu we het toch over iemand in de ballen trappen hebben. Ja. Ik, zoals de meeste van jullie weten, woon ik in Limburg. In Limburg dan vieren ze heel veel carnaval. Ja. Carnaval, hey! En ik zat dus in het derde. Van HAVO. Hè, dat moet ik wel even erbij zeggen. En op een gegeven moment wisten we niet wat we met carnaval moesten worden. En zo creatief als ik was, kwam ik op het idee... We beginnen onze eigen carnavalsvereniging. En wat was nou het ritueel om erin te komen? Want de carnavalsvereniging heette... carnavalsvereniging de Ballenmappers. De Ballenmappers, oh, dus, okay. Ja, je weet eigenlijk al wat er gebeurt. Als je lid wilde worden... Dan werd je, zonder dat het aangekondigd werd, werd je in je ballen geslagen. Oh, zonder dat het doet nog pijn. Dat is nog erger. Nee, gewoon weten dat het komt is erg en zo. Weten dat iemand jou in je ballen gaat trappen, dan ga je huilen. Nee, ik denk dat het serieus onverwachts veel pijnlijker doet. Veel meer pijn doet. Ja, veel meer pijn. Ja, maar denk goed, ik echt. Het is niet zo dat je iemand gewoon, zeg maar, alsof je iemand een rechtse hoek geeft, maar het is meer zo'n tik. Op zich redelijk gay, omdat je wel de hele tijd in iemand anders een ballen gaat zitten. Ja. Maar, ja, dat was wel cool vroeger in het derde. Hoe oud was ik in het derde? Even denken hoor. Ben je 15? Ja, zoiets. 15, dus, 16. Jongens en meisjes, willen jullie de traditie voortzetten met carnaval? Ik zeg carnavalsvereniging de Ballenmappers. Maar jij vond carnaval 4 altijd leuk? Nee, ik vind het 3 keer kut. Oh, ja, ik ook. 3 keer zelfs. 3 keer, ja, dat is wel heftig. Ik ga toch van het paard af, het is me niet gelukt helaas. Ja, ik vond het ook niet heel erg leuk. Ik heb het ook nog nooit gevierd, moet ik eerlijk zeggen. Maar het lijkt me gewoon echt super saai. Nee, maar het is gewoon, ik hou niet van bier eigenlijk. Ik drink niet graag bier. Op zijn tijd, ja, natuurlijk, drink wel eens een biertje. Oh, ik maar, dat zelf maar carnaval ook wel een idee van dat je drinkt om het drinken. Niet voor, je weet niet waar je het voor doet. Weet je, want er zit wel een reden achter dat je carnaval viert. Ja. En dat is altijd zonde, zeg maar, als mensen dat niet snappen.
Ja, dat gewoon, het gaat meer om het zuiveren. Ja, net zoals dat je een iPhone 6 koopt. Zo moet je het een beetje zien. Waarom koop je een iPhone 6? Ja, mijn buurvrouw heeft erin, die vond ik ook wel leuk. Ja, dat is geen reden hoor. Ja, dat ik moet hem gewoon hebben, ja. Waarom vier carnaval? Ja, iedereen doet het. Of ze van, dan kan ik een keer op straat lopen zoals ik elke zondag buiten binnen loop. Buiten loop? Ja, want altijd hier, het valt me heel erg op, mannen kleden zich altijd als vrouwen hier. Mannen kleden zich altijd als vrouwen? Ja, met carnaval, hè? Niet, zo. Dat ineens iemand voor mijn deur zei van, hallo, ik ben van het kankerbestrijdingsfonds, wil geld ophalen. Dat zou het zijn, joh. Als je geld ging ophalen in een clownspak, zou je dan meer geld krijgen? Of zou je dan kinderen aan het huilen maken? Of zou je dan uitgelachen worden? Zijn en denken van, ben jij niet van de Clinic Clowns? Ja, dat zou ook dat zijn ook wel weer. Ja, dat zijn dingen waar je over na moet. Dat zijn dingen die ik we in mijn switchen hoofd ook van onderwerpen dat ik het bijna zelf niet kan volgen. Omdat het gewoon al zo laat is. Nou, 7 uur is niet zo heel laat. Maar goed, helemaal niet, jongen. Het is 11:30. Dit soort dingen, ja. Dit denk ik me altijd als ik op het toilet zit. Oh, echt? Ja, dit soort fucked up onderwerpen. Ja, dan zit ik een beetje te twitteren. Hè? Want ja, dat doen we allemaal tegenwoordig op Twitter. Hè? Gewoon even op het toilet. Dat merk je trouwens altijd. Altijd als ik heel veel twitter, dus 2 van de 3 keer zit ik dan gewoon op het toilet. Ik denk, ja, dat heb ik heel vaak met Instagram. Dan zit ik heel vaak te voeken. Ja. Ik dacht je trouwens uit om een keer een foto te maken terwijl je zo op de toilet zit, hoor. Oh nee, is goed. Ga ik doen. Dan ga ik jou taggen. En dan moet je dat ook doen bij mij met op Instagram. Op je enkels. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Oké, is goed. En dan wie de meest originele kan doen. We gaan elkaar gewoon steeds meer uitdagen. Gewoon, oh, ik heb nu al een briljant idee. Zeg maar, dat één keer, dan neem ik gewoon een Monopoly mee naar het toilet. En dan leg ik dat allemaal klaar. En dan maak ik daar een foto van, terwijl ik de broek op mijn Engels heb. Dat je gewoon een hele game aan het spelen bent. Ja. Zo van, ik vermaak me wel, bitch. Oh, dit wordt fantastisch. Oké, it's on. The challenge is on. Oké. Oh, hier kan ik... Yes, dit gaat zo episch worden. Ik weet het zeker, Colin. Die paardenrenbaan, we gaan het straks even weer een wedstrijdje doen. Die wordt episch. Elke keer als we werken aan een paardenrenbaan, dan gaan we ook een testrondje doen. Ik heb op dit moment 3 stacks ook goed. Zal ik alvast wat hekjes maken? Ja, graag. Nee, ik heb... nee, wacht, ik heb geen hekjes nodig. Ik heb gewoon de oakwood nodig. Ah, ja, kom maar halen dan. Ja, ik kom eraan. Ik ben met het paard het overheen aan het springen. Waar is jouw paard eigenlijk? Wow, je hebt echt fucking veel. Ah, we worden beschoten. Atayo! Oké, many thanks, man. Wow, je hebt echt veel. Je hebt gewoon 3 stacks. 4. Nee, 3 stacks. En die andere, dat zat er maar 4 in. Dus 3 stacks. 4. Niet liegen, Colin. 4. Oh, dit wordt best een moeilijke baan, hoor. Maar ja? ik ga iets heel episch doen hier. Nou, mochten je ouders werkloos zijn en een baan met uitdaging zoeken, dan kunnen ze terecht bij onze paardenrijbaan. Ja. Niet dat dat leuk is als je ouders werkloos zijn. Want dat komt best wel vaak voor eigenlijk. Kijk, dit bedenkt me ook altijd. Dat. Ja, wow. Waarom zijn mensen nou eigenlijk werkloos? Gewoon omdat er te weinig geld is. Maar wat nou als mensen meer geld gingen uitgeven? Dat betekent dat er meer vraag is naar producten. Dat inhoudt dat er meer geproduceerd moet worden. En als er meer geproduceerd moet worden, moeten meer mensen moeten bedrijven meer mensen hebben om dingen te maken te hebben. Dus eigenlijk, als je werkloos bent en je wil een baan hebben, moet je zoveel mogelijk geld uitgeven. Wat? Dat makes no sense. Dat maakt wel sens. Denk erover na. Stel. Ja. Enzo, jij bent werkloos. En jij koopt een auto bijvoorbeeld. Ja, maar dat kan toch niet als je werkloos bent? Als je geen geld hebt. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Nou. Het gaat erom dat ik nu iets slims probeer te zeggen. Nou, sorry meester Colin. Ja, hou je bek gewoon, kutkind. Nee. Dat zou je doen als je meester was? Oké. Nee, gewoon met de vlakke hand. Maar vlakke hand. Maar oké, terug naar mijn verhaal. Stel, je bent werkloos, je koopt een auto. En omdat jij die auto koopt, moeten er weer mensen aan het werk om die auto te kunnen maken. Dus stel, heel veel mensen die werkloos zijn, die doen dat. En er komt dus heel veel banen komen vrij. Dan heb je in principe gewoon weer een baan gecreëerd voor jezelf. Zo, Colin. Ik heb toch... Zeg ik nou iets raars of heb ik ook wel een beetje gelijk? Nee, je hebt wel een beetje gelijk. Dat was wel episch wat je daar zojuist zei. Ja, dat vind ik logisch. Ja, best wel. Of, wat je ook kan doen, en dat doet denk ik 2/3 van de mensen die werkloos zijn, is gewoon een CWI aanvragen. Een wat? Oh, dat je in de bijstand zit. Ah, oké. Maar eigenlijk moet je daar gewoon actief mee bezig zijn. Ja.
Ja. Want stel, je gaat naar de supermarkt en je koopt elke week koop je voor €200 aan boodschappen. Geen idee wat je allemaal koopt, het gaat om het idee. Maar omdat je dat zeg maar veel koopt, moet die zaak zeg maar wel uitbreiden. Ja. En als die uitdraait, dan komt er weer werk. Ja. Ja. Dus. Trouwens, voor degene... Holy shit. Holy shit. Ze liepen gewoon door om jou heen gewoon. Like, what the fuck? Oh my god, dat was geniaal. Ze liepen gewoon... God, ik heb trouwens honger. Je liep gewoon echt precies door die twee heen. Ik sok me trouwens wel de tering. Oh, maar... zo fucking droog. Maar, wel leuk content. Zeker weten. Oké, ik ben echt iets heel gaafs aan het maken. Oh god. Dat wordt echt heel erg leuk. Oh god. Kom even met me mee anders naar boven. Dan kan je zien wat met ik heb mee. Gemaakt. Want dan kan je alvast zien wat ik heb gemaakt. Zodat ik niet straks krijg dat als ik weer win van... Oh my god, dat wist ik niet. En jij wel, want jij hebt het gebouwd. Snap je? Dat, zo praat ik helemaal niet. Nee, maar zo doe je wel dan. Maar is er in de pip? Oh, deze moet weg trouwens. Deze moet weg. Jij fucking faggot. Faggot. Dit is zo irritant. Dit is zo irritant, hè. Ja, maar ik wil niet stoppen met praten, want anders dan vinden het kijkers het niet leuk. Oké, nou, Colin, kom naar boven. Nou, Colin, kom maar... Wow, dat was episch. Wow, dat is episch. Wow, zag ik daar nou iets ontploffen? Nee. Ik bedoel, zag ik daar nou iets ontploffen? Oké. Wow, dikke flits hier. Wow, dikke flits hier. Oké, wat ik ga doen, dames en heren. Nog een keer doen hier, denk ik. Even kijken. En ik ga het zo doen. Ik ga het nog epischer maken. Dit is tof. Beetje jammer dat ik mijn ex aan jou heb gegeven, want nu gaat dit wat slomer. Nou, je mag je ex... Oh, kut. Wat doe ik nou? Zo stom. Dan heb je hem bijna gehakt en dan ga je in één keer die andere hakken. Er zit hier een witch beneden. Dit onweert hier. Vet hard. Oh my god. Dus... Oh, ik hoorde kaboom. Je hebt toch niet mijn baan gemold, hè? Nee, zeg dat dat een nee is. Dat is een nee. Oké, kom naar boven. Waar blijf je? Ja, maar ik moet even dit repareren. Ik heb je baan gesloopt. Oh, toch wel dus. Nee, grapje. Maar ik heb dirt nodig. Ja, ik heb hierboven dirt. Zo, ik heb dirt nodig. En zo, ik heb dirt nodig. En zo, ik heb dirt nodig. Ja, maar ik ben hierboven, Colin. Ben je heel cool, hè? Maar... Colin is zo druk. Maar in de avond ben jij altijd drukker. Helemaal niet. Helemaal wel. Helemaal niet. Echt wel. Helemaal niet. Ligt niet. Ligt niet. Oh my god. Retweet if you cry every time. Spider-Man. Yeah. Come on, waarom duurt het zo lang? Ja, net als jij er bent heb ik je ex natuurlijk niet meer nodig, want dan heb ik het klaar. Maar dit is wel episch hier zo, toch? Ja, super. Nee, wel tof, toch? Ik heb een pakketje voor je. Even kijken, die daar. Oh, ja. Oh, nice, thanks. En ik heb eten voor je gemaakt. Oh, nice. Nog meer. Ik vind het echt wel episch, man. Jij niet? Ik snap alleen het... Oh ja, ik snap het wel. Ja, dat is wel tof, dit toch? Moet je zigzag maken. Kijk, als je hier komt, nu kun je in één keer doorrennen. Ja, maar dat is de bedoeling. Wat ga je doen? Ga je de omweg nemen of ga je hier overheen springen in de binnenbocht? Stel, je maakt dit dicht. Dan moet je zo. En dan moet je hier er overheen. Oh, zo. Oké, dus dan ga ik bijvoorbeeld dit doen. Zo. Ja. Oh ja. En dan maak ik het hier weer dicht en dan moet je daar. Oké. Zo klopt het dan toch? Of zou ik hem dichter op maken? Ik maak hem wel dichter erop. Jongen, nu krijg je een zigzag ook, jongen. Zigzag. Kijk, nu moet je dus echt kiezen van ga ik er omheen of niet. Godverdomme. Precies. Okay, dan doen we dat gewoon voor de show daar. Dit is een super. Oeps. Hij springt gewoon helemaal daar naar beneden. Ja, fijn dat je even beschrijft wat er gebeurt en zo. Oké, zo is het klaar. Zo bedoel je dus. Ja. Maar het is niet te springen, joh. Leuk zo. Oh, dat deed je wel nice. Ik weet niet hoe ik het deed, maar... Nee, maar je deed het gewoon in één keer goed. Oké, kom, we gaan naar beneden. Maar we gaan... Kom, we gaan die witch vermoorden.
Oh, dit gaat dik vet. Wow, goed. Twee witches. Fuck, fuck. Wat heb ik gedaan? Oh my god. Nee, ze gooien met poisons op me. She wants the D. Oh my god, ze gooien met poisons op me. Niet gooien, niet gooien. Yes! Ik heb ze allebei gekillt. Wat zijn je veel mobs in één keer weer? Ja, echt ziek veel gewoon. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, come on. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Nee, niet ontploffen. Haha. Hoeveel mensen zouden nu echt hebben geschud? Haha. Ik denk niet veel. Deze creeper is eng. Oké, kom. Oh my god, je hebt daar wat laten ontploffen. Bang. Oké, kom. Dames en heren, bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze fucking spin. Laat maar mijn outro doen. Dames en heren, bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan even een groen duimpje omhoog. En laat nu weten, en dan geef ik je ook 10 seconden de tijd, in de reacties voor wie jij bent. Typ gewoon Colin of Enzo. Eén van die twee. Ik wil mijn eigen paard terug. Oké. Okay. Oké, mag al. Rustig. Oh, je hebt het paard gedamaged. Niet? Je stomkop. Oké. Dames en heren, de epische battle kan beginnen. Jullie hebben allemaal gestemd. En voor degene die wint, krijgt een glimlach op zijn gezicht. Nee. Degene die verliest, die moet beginnen met de broek op je enkels challenge. Wat? Broek op je enkel challenge? Ja, dan wij gaan nu gewoon elke dag gaan wij onze broek op onze enkels. En dan het meest originele erbij. Dat hebben we net besproken. Oh, op Instagram. Ja. Nee, niet elke dag. Oh nee, what the fuck! Start! Die stomme creepers. Dat was het startschot. Hey, weet je wat wij gaan doen? We zien elkaar vandaag toch. Ja, eigenlijk morgen dan, zeg maar. En, oh, ik heb nog maar 2 hartjes, dit paard. Oh, dat is niet eerlijk. Kom, we moeten even naar de farm gaan. Maar hij heeft ook nog maar 4. Ja, we moeten echt even naar de farm gaan. Ik heb 2 hartjes, dat ga ik nooit overleven. Want er zit ook kaktus in. De outro is random. Ja, de outro is even random tussendoor. Die is al vastgezegd voor zometeen. Ja, ik kon zelfs niet meer naar beneden springen. Dan ging die al dood. Ah, fuck, een spin. Spinnen zijn zo eng in één keer. Die komen altijd uit niets. Open. Oh, en hier zijn alleen maar lollies en geen weed, serieus? Ja, je hebt dat de vorige keer niet teruggeplant. Oké, maar dan pak ik wel even bones. Oké, de aflevering gaat iets langer door, mensen. Ik weet dat jullie dat heel vervelend vinden. Ja, daarom. Maar wat was je nou je idee? Omdat we elkaar vandaag toch zien? Ja, dan trakteer... Of jij mij trakteert mij in een lunch, of ik trakteer jou in een lunch. Want ik weet zeker in een lunch nog wel. Ja, op een lunch. Hé, ik heb bones, dus kom maar op met die shit. Dan doe ik er gewoon een boomhuur overheen. Hé, is dat niet een goeie? Hey, is dat niet een goeie? Ja. Maar waar is die seeds dan? Open. Heb je geen seeds? Er zitten hier ergens seeds in. Open. Ah, hier, ik doe het wel weer, hè. Colin, hè. Moet je alles doen. Nee, maar kom hier. Plaats die seeds als je wil. Dan doen we het samen. Het is veel schattiger om te zien dat we samen plantjes aan het farmen zijn. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. 1. Oh shit, ik deed het gewoon op het gras. Ik dacht dat ik het deed, maar jij was het sukkel. Oké, cool. Zo, nu heb ik weed. Oh, dan ga ik deze ook meteen weer planten. Hoppakee. Tja. Oké, klaar. Oké, let's fucking go, Colin. Right now. Oké, maar zullen we dat doen? Als jij wint... Oh my god. Nee, in het huis? Are you fucking serious? Nee. Maakt niet uit. Zijn er konijnen dood? Zijn er slachtoffers? Nee, dat niet. Maar ik geldde niet als een meisje hoor. Dat was een sound effect. Eventually. Ja, nee, dat dacht ik al, ja. Of dat wist ik, bedoel ik. Maar oké, Colin. Als ik win, trakteer ik jou, of jij mij op een lunch. En als jij wint, trakteer ik jou op een lunch, oké? Die zin klopt er helemaal niks meer van. Nee, maar als ik win, trakteer ik jou op een lunch. En andersom, oké? Oké, ja, ik snap het. Ik snapte al de eerste keer wat je bedoelde, maar... Ja, hey, ik leg het even uit voor de kijkers die een beetje in een weerwar waren. Echt, jongen, mijn stal is helemaal naar de kloten. Dat is allemaal jouw schuld, verdomme. Okay. Helemaal niet. Ja, oké, paard alsjeblieft wat eten. Hoppakee. En zo word je nooit volwassen, hè? Als je niet de verantwoordelijkheid durft te nemen voor dingen. Oh, nee, dan kun je wel leuk eraf gaan lachen, maar... Waarom lach je nou? Mijn bek. Dat is echt wat een ouder zou zeggen. Ga daarin. Ik ben volwassen aan het worden, Enzo. Ha, lekker voor je. Lol. Oké, kom hierheen.
Kijk, dan kunnen we... Nee! Oh my god. Oh my god. Oh, shortcut. Oh my god. Oké, ik heb hulp nodig. Haal me hieruit. Colin. Au, fuck. Fuck. Holy shit, ik ben de helft van mijn hartje kwijt. De helft van je hartjes? Ja, serieus. No joke. Ik mijn hart hebben. Ik krijg even time. Oh, dit is zo stom. Mijn hart hebben. Altijd. Au. Krijg je hem er niet uit? Nee. Maar wat nou als je... Misschien wel. Kijk, ik ben iets vet slims aan het doen. Au, ik word beschoten. Kijk. Het is nou gewoon... Oh! Kijk wat ik heb gedaan! Kijk hoe dat eruit ziet. Daar ben ik opgesprongen. Kijk. Ik zie het. Het ziet er heel erg bouwtechnisch uit. Ja, fucking creatief, toch? Oké, kom. We gaan Ik maak het maar even dicht, oké? Oh, dankjewel. Ja, iemand moet het doen. Gaat het dicht... Ik weet niet of ik nou boos moet zijn omdat ik gewoon keihard moet lachen. Want toen ik zei het was best wel grappig. Je lacht ook echt als een aap. Dit is echt... Oh my god. Oh nee! Holy shit. Oké, dat was echt grappig. Nou, ga je spullen maar halen? Goed zo. Oké, nice. Zal ik het maar dichtmaken dan? Gast, ik heb geen idee waar mijn spullen zijn. Echt niet? Gast! Dan moet ik hem ook nog vermoorden. Oh my god. Au, ik val ook naar beneden. Fuck. Ah, loser. Ik heb alles al. Ik viel naar beneden, zo stom. Ja. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, come on, shake that. Nu moet ik via een vet domme manier omhoog. Het is voor losers. When I'm gone. I'm gonna miss you when I'm gone. Ik gebruik niet eens tampon. Hey Colin. Je hebt mijn paard naar beneden geslagen, je faggot. Oh, fuck. Ik ga het hem nu ook halen ook. Ik denk dat je nog een keer naar beneden moet, man. Je gaat hem nu halen. Fuck jou. Doei, tot de volgende keer. Morgen 7 uur. En van de aflevering. En zo kan de fucking tering krijgen. Laters. Nee, Colin, verlaat me niet. We moeten de race nog doen. Fuck jou. Oké, Colin, ik maak het goed, oké? Ik haal je paard en je krijgt 2 blokjes voorsprong, oké? 2 blokjes. God, ik heb nog maar twee hartjes en je zit allemaal monsters. Ja, maar ik ben hier. Kijk, ik heb je paard beet. Kijk, ik pak hem bij zijn kill. Nee, grapje. Ik hou van je paard. Je paard is vet lief. Hij praat tegen me. Au, ik ga dood. Wacht, hoe noemen ze dat ook weer? Karma, geloof ik. Karma. Oké, ik kill deze spin. Kijk, alsjeblieft. Dat was vet lief van mij, hè. Kijk, weet je wat ik... Au. Weet je wat ik nu ga doen? Kijk, dit is echt vet slim van mij. Kijk, let op. Oh ja, dat is 1 blokje. Nu ga ik dit blokje weghalen in een vet snel tempo. Oké, dat zijn 2 blokjes. En dan gaan we iets naar voren met het paard. Ga naar voren. Oh nee, fuck. Nu val ik eraf. Dat is niet de bedoeling, paard. Afvallen, XXL. Paard. Kijk, dit wordt episch. Kijk, let op, hè, hoe ik dit ga doen. Au. Episch. Hoorde je dat? Ja, dit is echt super episch. Wauw. Zo episch? Oh, wacht even. Pas op. Gaat sowieso 1 miljoen views opleveren. Oh my fucking god. Pas op. Waarom krijg je nou de hele tijd damage? Omdat je het waard bent. Oké, kom op. Is your worth it? Yes. Kijk. Oh! Ja, ik zal weer het gat dichtmaken. Nee, dat doe ik wel. Ik help je wel mee. Oh, sorry. Alsjeblieft. Ja, ik zal mijn liefde niet aan. Oké, nice. Oké, let's go, man. We kunnen eindelijk gaan. Het wachten op Colin is klaar. Oké. Ja, ik krijg 3 bloks voorsprong. 2 bedoel ik. Niet smokkelen. 2. Hey, doei. Nee. Nee, fuck jou. Nee, Colin. Nee, gewoon... Ik ga niet kijken. Oké. Dames en heren. Epische screen. Oh, dit is episch. Oké. Dames en heren. 3, 2, 1, go. What the fuck? Ik druk op het verkeerde knopje. Oké. Oh my god. 3, 2, 1, go! Ik zal voorsprong krijgen, je bitch. Joef. Oh yeah. Oh, jij sloeg mij. Helemaal niet. Oh nee!
Mijn webcam is niet vastgelopen, dit is serieus mijn gezicht nu. Enzo heeft gewonnen! Doei! Knol.